Welkom bij een nieuwe aflevering van Mijs Reviews. En het is vandaag tijd voor Dirk van Duivenkolen, de Nederlander die in 2020 doorbrak, eindelijk naar Rubik Kloerskoek. Was het eindelijk raak op de Tour. Niels Kloerskoek, hij staat nu in de top 16 van de wereld. Kom mee, dan gaan we kijken wat pijn Dirk van Duivenkolen doet. We staan hier bij de pijlen van Dirk van Duivenbode. Hij heeft eigenlijk één setje, dat is deze. Dat is de hoofdset, de zilveren. Maar er is ook een purple version van gemaakt. Ik ben benieuwd of er ook een gewichtsverschil in zit. We gaan beginnen met zijn eigen pijlen. Ik zal hem even uit het doosje halen. Wat eigenlijk meteen opvalt bij de pijlen is dat het doosje vrij goedkoop oogt. In vergelijking met de andere suppliers. Dus daar mag Boels nog wel wat stappen in maken. Het komt nog een beetje uit de jaren 2000. Dan de pijlen zelf. Het voelt een beetje aan als een simpele pijl. Wel heel mooi afgewerkt. Het is een beetje afgekeken van de Christian Kist en de Van Barneveld darts uit het verleden. Daar lijkt hij heel erg op. Als we dan hier de zilveren pijl hebben, gaan we kijken wat de verschillen zijn met de paarse pijl. Ook weer een beetje datzelfde goedkope uiterlijk. Wel heel leuk. Paarse flights. Heb hier de pijl. Zal ik ze even naast elkaar houden. Identiek qua lengte. Weinig verschil tussen de pijlen. Wat je ook ziet is Dirk pakt hem heel erg voorop vast. Het is ook een hele, hele ruwe grip. Alleen minder als die we vorige keer bij Peter Wright zagen. Je kan hier veel meer mee. Je hebt veel meer ruimte om... Het is iets vaster. Ik denk dat dit ook niet heel snel zal slijten. Ik denk dat dit wel een tijdje meegaat. En ik denk dat dit wel meer voor de allround dartspeler is. Maar dat gaan we zien aan het dartbord. We gaan nu de pijlen van Dirk testen. Heel simpel. Ik ga het weer doen op de volgende manier. De voor, midden en achterkant. We beginnen met de voorkant. Dat lijkt heel erg op hoe Dirk zelf ook speelt. Wat opvalt is dat er heel veel gewicht aan, meteen opvalt dat er heel veel gewicht aan de voorzijde van de pijl zit. Dus eigenlijk het verloop van de pijl verklapt ook een beetje het gewicht van de pijl. Dat zie je ook wel als je ze naar het bord toe gooit. Als je ze voorin loslaat, komt er best wel veel gewicht op de voorzijde. Gaan we even kijken hoe dat in het midden is. Dat gaan we dan even met de zilveren set doen. De sets zijn ook identiek hetzelfde. Benieuwd of ze ook identiek hetzelfde aanvoelen. Heel erg merk. Deze, het voelt toch iets anders aan, terwijl het wel dezelfde pijlen zijn. Misschien zit er een klein verschil in gewicht. In principe zijn ze hetzelfde. Je merkt in het midden dat deze pijl heel moeilijk te sturen is door het gewicht wat voor in de pijl zit. Benieuwd als we naar de achterkant toe gaan, hoe het dan is. Nog één keer via de achterzijde, kijken wat er gebeurt. Je kan ze wel heel mooi sturen vanuit de achterkant. Als je met een beetje een boogje gooit, omdat het gewicht van de voorzijde zit. Dus dan komen ze mooi met een boogje in het bord. Ik denk dat dit wel een pijl is waar iedere dartspeler wel iets mee kan. De Dirk van Duivenbode 23 grams dartpijlen zojuist getest. De paarse en de zilveren, twee identiek dezelfde pijlen. Alleen zit op de ene pijl zit een andere flight als je hem koopt. Kan gebeuren, kan je eigenlijk nog de Dutch op midden Nederland je eigen flights uitkiezen. Personeel zal je daar vakkundig mee helpen. Deskundig personeel altijd aanwezig. Ik denk dat dit wel een van de beste pijlen is die we tot nu toe getest hebben. Zeker voor de beginner, echt een hele allround pijl. Kan je heel veel kanten mee op. Vond je dit nou een leuke video? Laat zeker een duimpje achter. Wil je nou dat we een andere pijl gaan reviewen? Laat het achter in de comments. En dan zien we jullie graag weer bij de volgende video.